wel echt grappig gegaan, man. Het is echt... Ik vind, tot de dag van vandaag, ik vind het is echt te snel gegaan voor mij. Ik ging elke zaterdag naar school, weekendschool, voor huiswerkbegeleiding en zo. Maar je kon ook in de middag activiteiten doen, zeg maar. En dan kon je kiezen uit muziek, sport en drama en zo. Ja, ik vond muziek altijd dope, dus ik ging altijd naar muziek, zeg maar. Ik vroeg mijn meester van, wat willen jullie bereiken? Toen zei ik gewoon tegen mijn meester van, ik wil gewoon voor grote artiesten in Nederland produceren. En ook in het buitenland, dat is wat ik zei. En toen zei hij ook van, hij wil met zijn eigen groep beginnen, dus een eigen soort label, publishing. Toen werd onze meester, werd hij uiteindelijk onze manager. En hij gaf ons, zeg maar, de ruimte om beginnerslevel te groeien tot iemand die echt op een hoger level zit. De struggle die ik had was gewoon van, weet toch, als je producer bent, je moet met artiesten werken. Heel veel mensen gaan niet met je werken omdat je beginner bent. Want zo, of ze vinden je niet hard, of ze onderschatten je. En bij mij was het meer van, ik werd altijd onderschat. Dus op een gegeven moment, ik blijf beats maken. Ik hoor opeens van, Rotterdam Airlines is bezig met een nieuwe album. Dus hij werd aan mij gevraagd of ik beats moest sturen. Okay, ik had beats gestuurd. Eindstand, stuur beats. Maanden gaan voorbij. Ik ben op werk, ik heb pauze genomen. Ik zie opeens, Rascals deelt iets van zijn broertje BKO. Ik denk van, weet je wat? Laat me even kijken. Dus eindstand, ik kijk zo. Ik zie opeens mijn beat erop wordt gerapt, zeg maar. In een clip. Maar ik zie een andere naam staan. Toen dacht ik van, hé? Dit is mijn beat, man. Dit kan niet, man. Dit is echt mijn beat. Had ik mijn manager gebeld. Zeg ik van, yo, dit is mijn beat, man. Ik begin die gasten te bellen van Rotterdam Airlines. Want dit kan niet. Vroegen ze om, zeg maar, een bewijs van die beat. Heb ik die bewijs, die beat gestuurd. En toen kwam mijn naam erop. Word ik rapper van het jaar of heb ik gewoon haast? Als ik niet bel, dan gaan procenten om mijn plakka cash. Ik word gebeld nu door mijn brada, zo van what up. En ja, door die track werd er ook een beetje naar me gekeken. Dus in mijn gebied werd er naar me gekeken van, hey, deze man, zijn beats zijn best wel hard, man. Toen ik begon, wou ik ook dat mijn ouders me gingen steunen en zo. Er waren ook mensen die bijvoorbeeld, ze begrijpen het niet. Dus ze gaan je ook niet geloven, snap je? Dus ik kreeg altijd soort dingen erbij. Ik moest zelfs bijna het huis uit, omdat ik beats ging maken. Want mijn ouders waren mensen, ze willen dat je gaat studeren. Dat je een dokter wordt, dat je advocaat wordt. En omdat het voor hun, zeg maar, veilig is, het is safe. Want met dit, je weet niet of je er wat van kan verdienen, snap je? En op dat moment, toen dacht ik wel van, hey, dit is best wel lastig, man. Duw in de rug voor als je ruggengraat mis. De straat mis jou net zoveel als je de straat mis. Zorg dat je niks mist, maar zweer, we missen je. Als het kon, zou ik wat jaren met je wisselen. Ik kom in de jail en je gaf me gelijk phone. Zit je in de jail, zorg dat je tijd doet. Maar breek niet. En ik heb nu dat gevoel, niet dat het nu is gebeurd, maar dat het steeds aan het komen is. Hold up, ey, hold up, ey, hold up, ey. Nog een thee, ben als Curry bij de Golden State. Too much sauce, even poseren, ben op een model chase. Leven boven gemiddeld, ondernemen tot ik alles weet. Ey, weet je wat het verschil is?
Nu zijn mijn ouders ook van, hé. Ze zien ook van, ik ben koppig, ik luister niet. En, je toch, met de tijd, ze horen ook dingen in de wandelgangen. Van, hé, je zoon doet dit, je zoon doet dat. Ga naar school. Ik heb binnenkort een bijbaan. Ik leef er nog niet van. Weet je wat het is? Het begint steeds drukker en drukker te worden. Op een gegeven moment, ik zit gewoon met artiesten gewoon die gewoon deel uitmaken van de scene. Het gebeurt niet 1, 2, 3, snap je? Het gebeurt echt gewoon met... Die gunfactor moet er zijn, die vertrouwen moet er zijn en ook die doorzettingsvermogen. Come on.